Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels heeft vanochtend al gewerkt, die is momenteel ook weer thuis. Ik ben hier boven aan het poetsen. De bedden heeft Niels allemaal al afgehaald en verschoond. Dus dat is mooi. Ik ben hier boven met een Franse slag aan het werk. Als je niet weet wat een Franse slag is, dat is net niet, zeg maar. Gewoon dat netjes is en een beetje gestoft, gestofzuigd en gedweld. Zodat het netjes is en dat ik aankomend weekend verder niet zoveel hoef te doen. Want wij gaan vannacht een nachtje naar Inge toe. Vandaag houden Inge en Emiel hun verjaardagen. En dat gaan we met hun meevieren. En maar dat gaan we met ze meevieren. En Niels die maakt alle bedden op, even by the way. En dan laat hij het zo achter. En dan moet ik mijn touch eraan geven, zeg maar, wat de kindjes fijn vinden. Maar ik mis nog iets. Oh ja. Wat wou ik zeggen? Ik wilde vertellen, Inge en Emiel vieren een verjaardag en dan gaan wij daar een nachtje heen. Morgen komen we ook weer terug, maar ik wil gewoon even netjes huis, mijn huis netjes hebben. En zodat ik aankomend weekend niet zoveel hoef te doen, want het weekend erop komt Inge hierheen en dan gaan we het hele huis aanpakken. En opruimen, netjes maken, et cetera. Nou is het wel zo dat ik aankomende week al het een en ander wel ga doen hoor. Want ik ben nu op Sam's slaapkamer, maar ik moet op Sam's slaapkamer ook even een kastje eruit uit de inbouwkast halen. Zodat het leeg is, et cetera. Dus speelgoed uitzoeken even gauw, dat hij eventjes toch iets heeft wat hij leuk vindt. Maar dat het niet zo lastig is met foto's maken van het huis. Dus dat is aankomend weekend, of volgend weekend. Maar goed, dat is dan. Maar nu ben ik dus met de Franse slag alles aan het schoonmaken. Ik heb de douche wel heel goed gepoetst. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus dat heb ik wel gedaan. En verder ga ik wel zien hoe het schip strandt. Maar ik moet in ieder geval heel eventjes alles even netjes hebben. Zodat ik ook gewoon van het weekend, als we thuis komen morgen, dat ik gewoon lekker eventjes... maar dat ik van het weekend gewoon lekker even relax kan doen. En dat we gewoon met de kindjes samen zijn. Want er gaat gewoon een drukke periode aankomen. Dus maar goed, ik ga heel even hiermee verder. En zorgen dat ik alle spullen klaar heb. Gestofzuigd, gedweld, et cetera. En dat als de kindjes klaar zijn met school, we thuis komen. Ik ga alles in de vaatwasser kan scheuren, vaatwasser aan kan zetten. Iedereen drinken gehad. En dat iedereen in de auto omgekleed is en in de auto kan zitten. Dat we eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weg kunnen. Zo moet ik zien. Dus daar ben ik heel hard mee aan het werk. Niels is daar ook mee aan het werk. En dat is wat de bedoeling is. Dus even verder. Inmiddels zijn we alweer thuis en is het nu etenstijd. Ik ga even eten maken. We eten lekker frietjes, want anders moet ik nu nog gaan koken en daar is er nu gewoon geen tijd meer voor. Dus ik ga gewoon frietjes maken. En ik had geen tijd meer om naar de winkel en alles te gaan om dat allemaal nog te regelen. Dus we gaan gewoon even frietjes eten. Het was dan ook een flitsbezoekje bij Inge. En dat flitsbezoekje daar hield in dat ik dat we gisteren vrijdag dus daarheen zijn gegaan naar de school van nadat Liam en Sam en Jordi naar school zijn geweest. We hebben daar vannacht geslapen. Niels is met de twee kinderen vannacht nog uit bed geweest, want ze wilden niet meer slapen.
Vanochtend ben ik nog met Jinte en Inge in het ziekenhuis daar geweest waar Jinte geboren is, want het was open dag. En hier zie je een paar foto's. En toen hebben we bij Inge en Emil nog gegeten. En daarna zijn we naar huis gegaan. Dus ja, en nu zijn we alweer thuis. Ik heb al alles een heel eind opgeruimd, dus dat hoef ik allemaal al niet meer te doen. En verder is het gewoon eigenlijk een kwestie van wat relaxen. We hebben slecht geslapen vannacht, dus we liggen vandaag vroeg op bed. Je kan hem ook zo doen. En deze? Moet je ook weer in doen zo. Moet je hier vasthouden. Kun je hier vasthouden? Ja, en dan draaien. Goed zo. En je kan die balletjes kun je ook nog draaien. Kijk. Balletjes kun je ook nog draaien. Oh, goed zo, schatje. Oh. Daar is hij. Man, dan zoeken. Kijk deze. Even kijken. Ja, en kun je draaien. Kun je elke kant op draaien. Kijk zo. Alle kanten op draaien. Op. Ja? Deze heb ik bij de kruidvat gevonden. Ik dacht, hij is heel erg van de sensorische dingen. Dus gaan we kijken hoe dat het werkt voor hem. Sam is er nu ook bij geroepen door Liam. Hij zei, Sam, kijk! Sam, kijk! Sam, kijk! Wow! Fascinerend, hè? Mama is ook al mee aan het kijken. Hallo, 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 hallo. Dat doen we niet. Hondje. Een hondje, goed zo. Ik was nog ergens achtergekomen. Je kan ook dit zo draaien. Maar je kan dus die balletjes... Hier zitten er dus twee. Ja. Twee. Maar je kan dus ook die balletjes. Want hier zit die ook weer. Kun je dus andere balletjes erin drukken. Zie je? Dus je kan van alles doen. Hiermee. Zo in elkaar zo. Niet kapot maken, hè? Want dan word je broer niet blij. Nee. Dan word je broer niet blij van. Ja. Oh, papa. Wat is dit? Zonne. Dit is een worm. Worm. Een worm. Vind je die leuk? Ja, hè? Die vind je wel leuk, hè? Moet je zo doen, zo. Hier zo. Kijk, van hier zit de camera. Hier? Dat is sowieso. Ja, om. Dat is leuk. Dus we zijn hier nog wel even zoet mee. Samen schommelen? Samen schommelen. Wauw, wat leuk. Papa duwen? Goedemorgen.
Ik ben even mijn nagel aan het repareren. Want hè, lompe Bertha was weer eens lomp. Niels zit Formule 1 te kijken. Ik heb alles al zover klaar. Mijn ouders die zijn nu onderweg hierheen. Wat is er? Het is een racemotor. Een racemotor. Beest. Is geen bus. Beest. Wat zeg je nou? Is een beest. Is het beest? No. Wat dan? No. Is een racemotor. No. Oh, jij denkt dat het een fiets is? Een fiets. Is geen fiets. Is een motor. Soms moet je even abracadabra. Nee. Maar goed, ik doe geen kleur op die nagel, want daar heb ik helemaal geen zin in. Dan moet ik weer langer onder de lamp zitten. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik heb straks al boodschapjes gedaan. En tussendoor van alles gedaan. En ja, gewoon even relaxen. En zo daar komen dus mijn ouders. En daar moet ik altijd de kinderen voor op voorbereiden. Ik kan ook niet zeggen... Dat kan ik dus niet zeggen, want dan staan ze al voor het raam. Dus wij beginnen dadelijk met vertellen dat ze komen. En dan laten mijn ouders weten als ze er bijna zijn. En dan mogen ze voor het raam gaan zitten. En dan gaan ze wachten op mijn ouders. Dus dat is hoe wij ze altijd moeten voorbereiden. Anders zijn ze helemaal compleet overprikkeld. Maar goed, ik ga even verder met mijn nagel. Dus, mijn ouders zijn geweest en we hebben gewoon voornamelijk eventjes lekker gezeten met elkaar, lekker gegeten met elkaar. Discussies gehad, zoals we altijd met ouders hebben. En dan niet zeg maar in de zin van hè, vervelend, gewoon leuke discussies. Kinderen liggen op bed, we hebben ze gedoucht, dus we zijn weer klaar voor een nieuwe week. Niels en ik gaan je dadelijk heel eventjes poetsen en zorgen dat alles weer aan kant is om de week weer te starten. Morgen is Niels lekker de hele dag werken. Maar goed. Dat gezegd hebbende allemaal. Even een kleine informatiepuntje. Wat ik nu ga geven. De volgende vlog gaat een weekvlog worden. Voorlopig ga ik alleen maar weekvlogs maken. De reden daarvan, et cetera. De vaste kijkers weten wat de reden is. Ik ga verder ook geen uitleg geven hierover. Maar goed, dat worden dus weekvlogs. En die zullen op de maandag komen. Zodat ik in ieder geval genoeg tijd heb om ze altijd te editen, et cetera. Dus de volgende vlog die jullie gaan zien, die gaat op de maandag verschijnen. En voor de rest alleen maar op maandag voorlopig komen de weekvlogs. Als het weer uit gaat breiden, ga ik het weer aangeven. Maar op dit moment ga ik dat niet doen. We hebben het echt gewoon veel te druk momenteel. Dat. Dus bij deze, ik ga deze optional afsluiten. Bedankt voor het kijken. Niels, wil jij nog wat zeggen? En tot de volgende. Tot de volgende.